aanvaller Paul Veerman verkast na dit seizoen naar de BV Veendam. En Veerman tekent een contract met een loopduur van 2 jaar. Vanmiddag maakte de voetballer zijn opwachting bij zijn nieuwe club. Paul Veerman is de eerste nieuwe speler voor het volgende seizoen die door Veendam is vastgelegd. Jan Korte, volgend seizoen trainer bij Veendam, had hem bovenaan op zijn verlanglijst staan. Paul, hoe is dit, jongen? Dankjewel. Ik heb 3 keer met de club en met de trainer gesproken. En de trainer heeft toch een bepaalde voetbalvisie waar ik mij heel erg goed in kan vinden. Ik denk dat ik een type spits ben waarin een bepaald systeem moet spelen. En die visie heeft deze trainer ook. Dus dat was eigenlijk mijn belangrijkste keuze. Hij is kopsterk, heeft lengte en kan voor spektakel zorgen in de 16 meter van de tegenstander. Ja, is dat wat je wil? Spektakel bij Veendam volgend seizoen? Ja, spektakel, maar ik noem het woord zelf ook wel even. Maar je probeert wel wat aantrekkelijk te kunnen voetballen. En met name thuiswedstrijden natuurlijk. Publiek amuseren. En daar hoort veel aanvallend voetbal bij. En ik hoop zoveel mogelijk in de 16 van de tegenstander. Veerman speelt dit seizoen voor het tweede jaar bij Emmen. In de eerste 10 wedstrijden scoorde hij 10 keer. Maar daarna kwam hij helemaal droog te staan. Goed, je weet dat je in periode heb je, in het begin heb je van 10 wedstrijden 10 goals. En dan, je weet dat er dan op een gegeven moment een keer een periode gaat komen dat je niet scoort. En het knappe dan is om dat zo kort mogelijk te laten duren, die periode. Alleen daarna ben ik nog een aantal weken geblesseerd geweest. Dus moet gewoon het belangrijkste op dit moment is om weer fit te worden. En dan probeer je daar weer op te pakken. Emmen zal zich zeker gaan plaatsen voor de na-competitie. Maar Veendam is ook nog steeds in de race voor een plaats in het toetje van de Gouden Gidsdivisie. Maar wat als Emmen en Veendam in één pool terechtkomen, de beslissende wedstrijd tegen elkaar spelen en Veerman in de laatste minuut bij 0-0 een levensgrote kans krijgt? Zal ik hem proberen te maken natuurlijk, maar daar vind ik ook dingen die zijn normaal. Ik ben tot 1 juli ben ik bij Emmen in dienst en Emmen heeft mij de kans gegeven om terug te keren om het betaald voetbal in te gaan. En goed, daar ben ik ze altijd dankbaar voor. Dus ik zal gewoon deze 3 maanden dat ik bij Emmen speel nog ongelooflijk mijn best voor Emmen doen.